We hebben reeds in Tongeren 5 sessies, ontbijtsessies gehad die volledig volgeboekt waren. We hebben er nu 4 hier in de BMW-concessie in Sint-Ruiden. Die zitten ook bijna allemaal vol. We hebben er al 2 achter de rug. Ik moet zeggen, het was eigenlijk wel een groot succes. We krijgen heel, heel positieve reacties. Super interessant. Ze hebben dat hier heel goed uitgelegd aan de hand van een aantal concrete voorbeelden. Dus niet alleen de wetteksten en de officiële regels kwamen aan bod, maar je kon het echt in praktijk zien. Welke impact heeft het voor mij als ik vandaag voor een elektrische wagen kies, hybride of een gewone benzinewagen? Als we boekhoudkundig fiscaal gaan bekijken, is er eigenlijk bijna geen verschil tussen hybride en elektrisch. In die zin dus dat beide voertuigen 99% tot 100% aftrekbaar zijn. Dat geldt voor alle modellen, gaande van een X1 model tot een 7-serie. Dus wat dat betreft is er fiscaal geen onderscheid, dus met alle voordelen van 100% aftrekbaarheid. Dus beiden zijn zeker interessant vanuit fiscaal boekhoudkundig oogpunt vandaag.